Het was vandaag heel mooi weer. Ze voorspellen 29 graden. Dus lekker warm. Nou, klopt. Oh, daar sprak ze helemaal net. Ik ging naar de Action om deze parasol te halen. Goedemorgen en welkom bij deze nieuwe vlog. Leuk dat je weer kijkt. Het is vandaag woensdag en zoals je net al kon zien, is Max heerlijk aan het spelen. Hij zit lekker zelf in de zandbak. Het was vandaag heel mooi weer. Ze voorspellen 29 graden, dus lekker warm. En ik was hier in de keuken aan het schoonmaken, opruimen, vaatwassen in en uitpakken en dat soort dingen, zeg maar. En toen zag ik ineens dat hij echt heel lief zelf aan het spelen was gegaan. Dat vind ik altijd zo leuk, dus ik denk, dat laat ik even zien. Hij zit dan heel geconcentreerd te spelen. Dat vind ik echt leuk van deze fase, dat hij steeds meer ook zelf ontdekt wat hij leuk vindt om te doen. En dat hij dan ook zelf aan het spelen gaat, zonder dat je hem echt helpt of aanzet te spelen. Dat vind ik echt heel leuk om te zien. Zo geconcentreerd. Ik zal nog even een kerststukje filmen. Ik ben bang dat ik hem afleid en dan speelt hij niet verder. Dat vind ik dan wel sneu voor hem. Ontdekken te spelen. Superleuk. Het zandbakje is echt een mega aanrader. En het krukje staat ernaast zodat Michael en ik ook mee kunnen spelen. Mooi, je bent. Ja. Opa komt zo. Opa komt zo weer, Max. Doe je me met de knikjes? Heel goed, Max. Ja, goed zo. Doet oma het vingertje ervoor? Mag je er nog eentje in doen? Ja, dat concept snapt hij dan niet, denk ik. Ja, maar volmaken. Goed zo. De knikkenbaan. Wauw. Boom. Ja, gaan ze er tegen elkaar. Ja, gaan ze rollen, hè? Wat lief. Dat is wat al prachtig, hoor. Mag mama er nog een? Ja, hier zag ik ook eentje. Dankjewel, mag ik hem op de baan leggen? Goed zo. Dat is helemaal voldoende. Maar dat is de twee dan weer die dag. Ga je de plantjes water geven? Dat is mooi, hè? Winky! Nou, klopt. Oh, nou sprak ze helemaal nat. Ja, leeg. Op, ja. Mooi hè, gaan we die zo meteen gebruiken in het water? Ja? Zo, ik ben weer thuis zoals je kunt zien. Het is inmiddels na de middag, het is 1 uur geweest. We hebben lekker geluncht en ik ben dus even bij de Action geweest en bij mijn opa en oma. En daar heb je kunnen zien, Max was daar heerlijk aan het spelen buiten. Dat was echt heel leuk. Ik ging naar de Action om deze parasol te halen. Ik had dat al een keer gezien, dat ze daar parasols verkochten. En ze hebben meerdere soorten, maar ik heb deze gekocht. Hier zit namelijk een punt aan, die kan ik in mijn tuin gaan steken, zodat ik Max in de schaduw in de zandbak kan laten spelen. Daarvoor ging ik naar de Action, maar ik zag nog een aantal dingen meer en dat wil ik even laten zien. Dus ik heb natuurlijk wat meer gekocht dan de bedoeling was, dat gaat altijd zo. Max is helemaal van ballen en ik zag deze, die zijn eigenlijk voor honden, maar goed, dat maakt het uit, het is een tennisbal. En ze hebben gezellige kleurtjes, dus die heb ik gekocht.
bootjes, dat zag je net al op het stukje in de action, voor in het water, voor de vakantie, maar misschien ook wel gewoon voor in de tuin. Dus ik wil straks het badje, het babybadje pakken, dat hij hiermee eventueel kan spelen meteen. Deze heb ik gekocht voor de vakantie, volgens mij kostte dit hele setje maar 1 euro. En deze is niet zo groot, dat kun je misschien zo wel zien. Er zit ook een gietertje bij, ik denk dat is voor vakantie wel leuk. Nou, nog van die decoratielintjes voor cadeautjes, vond deze wel leuk. Sokken. Voor mezelf wil ik een keer proberen van de Action. Die koop ik daar eigenlijk nooit. Maar hieraan kan ik in ieder geval zien dat ze niet van Michael zijn. Michael heeft allemaal zwarte sokken en dat is in de was heel handig. Misschien dat sommigen dat herkennen. Deze voor in de luiertas. En dit zag ik nog. Lijkt me wel handig om mee te nemen op vakantie voor de zekerheid. Deze vond ik leuk voor in dat setje daar met die bloemetjes. Oh, daar staat heel veel zooi voor. Nou ja, daar leek me wel gezellig om daar nog zoiets in te zetten voor vaccinelichtjes. Nou ja, die strandparasol dus. En deze jurk nog. Zo'n hele grote, lange jurk. Ik ben natuurlijk heel lang, dus ik weet niet of die mooi lang is bij mij. Dus ik ga hem passen. Als ik het niet wat vind, dan doe ik hem terug. Maar die was ook niet duur. Dus dat vond ik wel leuk om te proberen. Voor degene die wil weten wat het allemaal kost, kijk even hieronder in de beschrijving. En als je dan toch daaronder bent, abonneer je dan even op mijn kanaal. Als je nog niet geabonneerd bent, zou ik super leuk vinden. Maar ik zeg nu in bed. Ik ga even editen. Ik had alvast even wat spulletjes daar neergelegd. Op de tafel. Het is echt wel rommel overal. Ik moet ook even wat aan de rommel doen. Maar goed, dat komt nog wel. Ik wil even wat editen. Mijn vorige vlog. En ik moet even nog wat doen voor mijn werk. Dus dat ga ik eventjes nu doen. En dan, tegen de tijd dat ik daarmee klaar ben, is Max vast weer wakker. En wil ik dus even nog in de schaduw in de tuin spelen straks. Dus lekker genieten van het mooie weer. Oh, wat misschien trouwens nog wel leuk is om te vertellen, is dat ik natuurlijk niet zomaar... ik ben wel zomaar naar mijn opa en oma gegaan, maar mijn opa wil een foto maken van Max. Dat vindt hij altijd leuk om te doen. Om af en toe foto's te hebben van zijn kleinkinderen, maar ook nu van Max dus. Dus ik was lekker wezen fietsen en mijn opa en oma wonen een aardig stukje weg. Of tenminste, valt wel mee hoor, niet zo heel ver. Maar gewoon een lekker stukje fietsen. En omdat het vanmorgen natuurlijk nog lekker cool was, dacht ik, dan is dat wel een goed moment. Dus ik heb Max lekker ingesmeerd en heerlijk met hem gefietst. Maar dat vind ik altijd een beetje moeilijk om dat te vloggen. Want dat was altijd een beetje gevaarlijk met zo'n camera in de hand. Dus dat heb ik niet opgenomen. Maar het was wel fijn om lekker even nog weg te zijn samen. Dus dat wil ik nog wel eventjes vertellen. Ijsje erbij. Yay! De beste. Gewoon ijsje die je zelf invriest. Top. Goedemorgen, het is een nieuwe morgen. Het is Hemelvaartsdag vandaag. En ik heb de vlag gisteren helemaal niet afgesloten, bedacht ik mij. Dus dat ga ik alsnog even doen. Want wij staan namelijk op het punt, en daarom sta ik ook in mijn keuken, om weg te gaan naar Burgersoe. Leek ons wel een leuk idee om daar een dagje heen te gaan. Het was vandaag een beetje sowieso weer. Dus daar kun je ook eventueel nog naar binnen. En dan zijn we nog niet met Max geweest. Dus ik hoop maar dat het niet heel druk is. Wishful thinking, denk ik. Maar goed. Dus mocht je het leuk vinden om daar wat over te zien, dan abonneer je dan op mijn kanaal, want dat is de volgende vlog. Wanneer die online komt, weet ik niet, maar die komt dus binnenkort. Ik zou je willen bedanken voor het kijken en tot de volgende dan, hè. Doeg!